ga niet zelf knoeien. Maar kom voor een brood en banket naar Bakkerij Boeien. Er wordt deze week weer volop getennist tijdens het Open Jeugdtoernooi van Topio in Mil. René Teunissen, waar staat Topio voor? Topio staat voor tennis opgericht in oorlogstijd. Dus hoe oud is de vereniging? Nu 73 jaar. Hoeveel jaar is dit dat dit Open Jeugdtoernooi georganiseerd wordt? Het Open Jeugdtoernooi wordt dit jaar voor de 32e keer georganiseerd. Hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? Kleine 100. En in welke leeftijd zijn deze kinderen dan? De leeftijd die nu meedoen zijn van tot en met 10 en tot en met 16. Dus alles wat ertussen zit, zeg maar. Want vanaf welke leeftijd mag je lid worden van een tennisvereniging? De jongste kinderen zijn bij ons 5 jaar. Vanaf welke leeftijd gaan ze dan competitie spelen? Ja, dat is heel afhankelijk. Meestal vanaf 8. Woensdagmiddag beginnen ze op een klein baantje, driekwart baan. En dan uiteindelijk groeien ze door naar een hele baan. Hoeveel jeugdleden van Topio doen er dit jaar met het toernooi mee? Dit jaar hebben we 10 leden van ons eigen die meedoen. Waar komen de deelnemers vandaan? Nou, het grootste deel komt uit Sambeek en Overloon. En dan zijn er het verste weg is Venray, Siebengewald. Maar ook uit Graven, Kuik, Mariaheide. Worden er ook nog nevenactiviteiten georganiseerd deze week? Ja, wij hebben dus zelf als vereniging zelf hebben we nog een paar avonden dat we nog een extra tennistraining doen. En de kinderen allemaal hier gezamenlijk eten en later een bosspel of binnen een activiteit. Maar er is bijvoorbeeld Sambeek, die zit hier ook met de tennistrainer, zeg maar, die dus een hele week hier zijn. Maar dat regelen ze dan allemaal zelf. Hoeveel leden telt de vereniging in totaliteit? Wij hebben er nu een 327. Is het altijd zo geweest? Nee, als je ziet hier het aantal banen is het altijd, als je 15 jaar geleden kijkt, dan waren het er denk ik bijna 600. Hoe komt het dat de animo is afgenomen? Nou, ik denk dat je sowieso inmiddels al heel veel verschillende sporten kunt doen. Van handbal, volleybal, hockey, korfbal enzovoort. Dus, plus misschien wel een beetje de tennishal binnen natuurlijk. Klopt het dat het aantal leden afgelopen jaren weer enigszins is toegenomen? Ja, wij zien duidelijk dat we nu zeker de laatste maanden wij hier ook weer een toename van het aantal leden hebben. Want hoeveel leden kunnen hier maximaal tennissen? Ja, dan praat je sowieso over 450, 500 leden. Kijkers die geïnteresseerd zijn om lid te worden, waar kunnen zij terecht? Nou, ze kunnen gewoon via de website, daar staat alle informatie op. Daar staat ook bij wie nieuwe leden zich eigen op kunnen geven. En anders zou ik zeggen, kom van de week een keer hier. Wij zijn er als jeugdcommissie de hele week, dus je kunt altijd hier informatie nog krijgen, zeker hoe jij je aanmelden. Want van hoe laat tot hoe laat wordt er hier nog gespeeld deze week? We beginnen 's morgens om 10 uur en de laatste wedstrijden zijn om 5 uur. Dus zeker tot 6:30 zijn we er zeker.